Annemiek van Vleuten, nieuwe Nederlands kampioen, of opnieuw Nederlands kampioen tijdrijden. Vorig jaar zat net als dit jaar jouw moeder in een volgauto. Die kon toen al heel vroeg zeggen, dit gaat goed komen. Wat zei ze dit jaar? Ja, mijn moeder zei niks tegen mij hoor. Nee, ik had een mechanieker van de ploeg, die was mijn ploegleider net als vorig jaar. En mijn moeder zat inderdaad ook bij in de auto. En mijn mechanieker van de ploeg die was me aan het coachen. En die gaf me eigenlijk niet het idee dat ik zo kort daarop zat. Ik had het idee dat ik, die zei op geen moment dat ik sneller was dan Anna. En ruim sneller dan Ellen ook op het tussenpunt. En ja, dat gaf me toen wel vleugels. Dus ja, die heeft me goed gecoacht. Vorig jaar was de tegenstand tussen aanhalingstekens iets minder. Maakt dat deze prestatie nog mooier dan vorig jaar en die eerste keer? Ja, ik denk voor het WK in Noorwegen. We rijden weinig tijdrit. Dus het is wel gewoon heel mooi om hier de Nederlandse titel weer te pakken. En geef in ieder geval een visitekaartje af. Dat ik heel graag ook naar het WK tijdrijden in Noorwegen zou willen. Ook om een parcours wat me denk ik nog iets meer ligt. Wat nog wat meer op en af is. Dus kijk, dit ging ook wel iets op en af. Maar ja, alleen dat de laatste klimmetje, 6 kilometer voor de finish, zou ik zeggen dat het echt een klimmetje was. Noorwegen is nog wat lastiger. En dat was ook een van mijn doelen om hier goed te zijn. Alleen hier? Want ik begreep ook dat jij graag de Giro wilt winnen. Ja, eigenlijk had ik echt me voorbereid op de Giro. Ik ben 3 weken op hoogstage geweest. En daar ben ik eigenlijk pas 1 week van terug. En eigenlijk is dat ik over 3 weken daar echt optimaal van profiteer. Ik heb nu nog wel wat vermoeidheid in mijn lijf van die hoogstage. Ik heb echt als een gek zitten trainen daar. Dus ik heb nog nooit zo hard getraind voor mijn 3 weken. Dus ik had 46 kilometer de lucht ingeklommen in 3 weken tijd. En ook 12 kilometer tijdritfiets getraind. Dus ook in de Giro zit een lastige tijdrit. Dus daar heb ik eigenlijk echt mijn pijlen op gezet. En dan is het mooi dat dit NK tijdrijden een week voor de Giro is. Zodat je het samen kan pakken eigenlijk. Ja, want eigenlijk is het natuurlijk zo dat die supercompensatie van dat trainingskamp pas later komt dan vandaag eigenlijk. Ja, klopt. Dus dat heb ik dus echt gepland om dat tijdens de Giro te hebben. En mijn ploeg die heeft naar Rio gezegd van misschien moet je voor het klassement gaan in de Giro. Nu we in Rio dat ik daar vorig jaar zo goed reed, bergop ook. En het eerst zei ik nee, dat is niks voor mij, klassement. En klassement vind ik verdedigend rijden niet zo leuk. En toen ben ik erover na gaan denken en toen dacht ik ja, misschien is het wel een heel mooi doel. En langzaam is mijn hele ploeg er ook naartoe gaan werken. We gaan ook nog verkennen en we zijn al echt aan het voorbereiden. Dus we maken er echt met Orica echt een doel van. En daar ben ik wel echt, heb ik echt naartoe geleefd. Wat betekent deze prestatie van vandaag dan in dat licht? Ik denk dat het wel positief is, want het is altijd een beetje tricky van wat doe je als je wat meer gaat klimmen en je richt dan meer om bergop wat beter te worden. Ik ben echt beter gaan klimmen, dat weet ik al wel, dat zag ik ook op Tenerife. Maar dan is het ook een beetje, wat doet de hoogte met je? En, en wat doet het met je power zeg maar, als je meer bergop gaat trainen? Dus, ik kan wel zeggen, de power is er nog steeds en ik weet ook dat bergop harder rijdt, dus voor de dieren moet het goed komen. Nu eerst genieten van die trui natuurlijk. Zaterdag staat er jouw volgende wedstrijd alweer op het programma, de wegwedstrijd. Ja, wat verwacht je van die koers? Ja, het is mijn minst favoriete wedstrijd van het jaar, moet ik zeggen. Als je als eenling rijdt tegen, zeker nu tegen 4 ploegen, dan is het vaak wel op een NK zie bij ons, bij de vrouw in ieder geval, dat degene vanuit een ploeg gaat winnen. Het is heel moeilijk om daar als eenling tegenop te boksen. Als ze het in Limburg gaan organiseren, dan praat ik heel anders over. Want dan kan je wat verschil maken op de Kouberg, dan kan je de ploegen echt uit elkaar rijden. In dit geval denk ik dat het heel moeilijk gaat worden, maar niet onmogelijk. En de ploegen laat ik even het lekker met elkaar uitzoeken en ik ga daar proberen van te profiteren en dat spel te spelen. Het is wel heel lastig. Meestal gewoon wint iemand met een sterke ploeg hier. Die klimmen hier gaan, een sprinter gaat hier niet schrikken van die 20 meter die het hier op en af gaat. Tot slot, wie geef jij de meeste kans voor zaterdag? Ik denk dat Sunweb hier met een hele sterke ploeg staat. Dus qua ploeg denk ik dat zij heel sterk zijn. Boels rijdt hier ook wel met drie kopvrouwen samen. Maar dat zou ook wel weer last zijn van wie gaat, als er iemand weg is, wie gaat dan iets doen vanuit hen. Maar ja, die hebben wel echt 3 toppers in het team zitten. Dus Sunweb ook een vachtige, sterk ploegenspel van. Dankjewel. Zou je die willen tekenen voor mij?